Goedemorgen, wij zijn wakker. Hey, wakker. Ik ga zo naar Amsterdam. Ik heb lunch in Amsterdam. Ik wilde eigenlijk een Get Ready With Me filmen, maar het is mega hard aan het waaien en aan het regenen. Ik ga in de audio horen, ben ik bang. Dat weet ik ook wel zeker, waar ik de camera ook zet en zo. Dus dat verschuif ik eventjes. Ik heb toch nog een paar dagen. Ik ga me nu eens even klaarmaken en dan ga ik zo voorzichtig richting Amsterdam. Ik ben hier. Heb je gezien waar je dochter ligt? Waar? In wat we hebben gemaakt voor haar. Waar? Oh, ligt ze in haar? Oh, we hebben gisteravond heel cute dekentjes. Heel lekker neergelegd. Ze is er speciaal voor haar. Toen keek ze toe, toen ging ze erin liggen. Ze ligt er nog steeds. Wat cute. Nee, die wind is te erg. Ik hoor hem nu aan die kant, maar hij draait vast zo meteen om en dan hoor je hem hier weer harder. Nee. Ik beter overmorgen filmen. Nou, daar gaat hij. Ik ben benieuwd of ik nou evenveel rollers nodig heb of niet. Ik denk het niet. Oeh, dit gaat een stuk makkelijker. Natuurlijk veel minder haar nu om erin te rollen. Oké, ze zitten erin. Ik heb 2 rollertjes minder gebruikt. En het is heel gek, want vooral die haartjes hier. Het is 1 flip en that's it. Ze zitten erin. Maar dit is een beetje hetzelfde qua hoe ik het eerst deed. Iets minder haar, maar ja. Oké, tijd om op te maken. Oké, ik heb het uit de rollers gehaald. Oeh, dit is echt een extreem degelijk kapsel. Ik weet niet of ik dit vaker zou doen hoor. Misschien met die kleine rolletjes bovenop of zo. Maar dit is wel echt heel erg. Cutesy, zeg maar. Ja, nou, ik hou van truttig, maar dit is wel heel truttig. Maar goed. Dit is wat ik vandaag aan heb. Mijn nieuwe Equality trui. Ik heb mijn haar trouwens warrig geprobeerd te maken met poeder. Maar ja, nee. Het is zo. Ik weet niet. Laat maar. Anyway, ja, zwarte broek. Deze schoentjes. En dan mijn Dior tasje. Dit is de look voor vandaag. Ik voel me truttig. Dit doen we niet meer. Ik ga lunchen met Armani. Dus ik doe een Armani geur op, uiteraard. Doei! Jij opzouten. 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 Opzouten was ook een mooie inderdaad. Doei! Doei! Onderweg naar Amsterdam. Ik heb dus een lunch met iedereen van Kabobbles en Armani. Want daar hebben we toen die serie voor gemaakt voor Jamie Lee's kanaal. En we gaan vieren dat het wel succes was. Dus gewoon gezellig met alle lunchen en gewoon met de meiden, zeg maar. En daar heb ik heel erg zin in. Ja, leuk. En ik heb mijn laptop mee, want ik moet de 2 video's die ik gisteren heb opgenomen, wil ik nu editen. Eigenlijk moet ik 3, ik moet ook die planvideo nog editen. Dus dat wil ik gaan doen in Amsterdam, ik weet nog niet waar. Ik zie wel misschien bij social, misschien ga ik ergens zitten. I don't know. Ik vind dat wel lekker om even ergens anders te werken dan thuis of op kantoor. Dan krijg ik een beetje inspiratie en zo. Dus dat. Misschien blijf ik daar wel zitten. Ik ken het niet, maar het is volgens mij best wel een grote lunchplek of zo. Ja, we zijn aan het lunchen. Hi! Kijk even naar dit prachtige kunstwerkje. We hebben allemaal. Ha. Hi! Wij hebben net super gezellig geluncht met z'n allen. En ik ga heel even hier werken. Ik twijfelde om naar social te gaan, maar nee, ik wil gewoon even geen afleiding. Ik heb achter mijn laptop drankjes doen in mijn eentje. Vet leuke club. Vet leuke tent is dit eigenlijk. En ja, ik ben echt niet blij met het roller. Ik ben echt niet blij mee. Het is zo degelijk. Oh jee, jee. Oh nee, ik heb mijn oordopjes niet bij me. Oh, wat erg dit. Ik zie ook geen bekende waar ik oordopjes gewoon kan lenen of zo. Damn it. Maar ik ga niet editen zonder oordopjes, toch? Damn it. Zal ik er maar mijn mail gaan doen of zo? Nee, ik wil deze video's editen. Top dit. Oké, het lukt me om iets wat te editen. Zachtjes op hem staan. Dus ik moet thuis nog goed naluisteren en dan pas uploaden. Want misschien heb ik wat dingen niet eruit geknipt. Maar ja, dit is niet handig dit, hè? Nee. Ja.
Artis. Maar ben ik echt maar één keer naar Artis geweest ooit toen ik klein was. Ik zit dit nu te kijken en denk, oh, dat is best wel cute. Maar het is wel leeg nu, want het is echt meer. Nou, batterij bijna leeg. Het stond niet te doen met die audio. Ik ging toch even naar social, naar kantoor. Want ik wil dit gewoon af hebben en ik wil gewoon niet afgeleid. Nee, lastig. Nee, ik ga best social doen. Ik ga ze nu een bericht sturen dat ik daar kom werken. Hey, word is out. Voetklos stopt ermee. Oh, ik heb het er echt moeilijker mee dan verwacht. Ik wist het al. Ik had vrij laatst gesproken en toen zei ze het. Nou ja, kijk even de video. Als jullie dit zien, misschien is die video offline. Maar ja, ze wil eigenlijk niet meer in de spotlight staan. Daar komt het op neer. En ik vind het echt zo stoer dat ze die keuze heeft gemaakt. En nou, ik heb het er dus serieus moeilijker mee dan verwacht. Omdat het gewoon zo'n mooie samenwerking was. En, zeg maar, het was echt... Het is een hele goede vriendin van me. Het is echt een van mijn beste vriendinnetjes eigenlijk. En wij zijn sowieso gewoon vriendinnen geworden door dit allemaal. En ze verdwijnt niet uit mijn leven. Maar wel, ik vind dit wel pittig. Ja, ja, maar goed. Weet je wat het is? Ik denk dat heel veel mensen onderschatten wat een bekende YouTuber zijn met je leven doet. Dus wat het zeg maar... Wat voor impact dat heeft op alles om jou heen, om iedereen om jou heen, alles wat in je leven voorbij komt. Je moet daar op een voorzichtige manier mee omgaan. En ik snap heel goed, en ik denk dat heel veel YouTubers dit ook snappen, dat bijvoorbeeld Fren nu heeft gekozen om hiermee te stoppen. En dat alles offline gaat. Omdat het dan, zeg maar dan, ja, ik kan niet uitleggen. Ik hoor wel vaker van mensen, die, zeker degene die nauw met YouTubers samenwerken, zeggen ik zou dit nooit kunnen doen, dit werk, nooit. En ik snap dat. En ik snap dus ook dat je op een gegeven moment misschien kan beslissen dat je er volledig mee stopt. En denkt, ik ga zeg maar volledig achter de schermen. En ik heb dat ook al vaker gezegd, als ik het zat ben, dan ga ik echt achter de schermen hoor. Dan, het is lastig. Ik vind het in ieder geval heel dapper dat ze dit heeft gekozen om dit te doen. En ik vind het jammer, maar... Weet je, ik snap het. Ik vind het wel echt heel jammer. Echt heel jammer. Want het was zo bijzonder wat we hebben opgebouwd. Maar goed, weet je, het was ook heel grappig. We hadden een meeting met z'n drieën en zij zei dat. En het ging echt zo 1, 2, 3, kapper mee. En Daan en ik zeiden allebei, joh, oké, wauw. Ik had het niet aanzien komen, maar oké, als jij dat heel graag wil, of course. Als je, weet je, ik denk dat niet iedereen zit te wachten om zijn hele leven bekend te zijn, zeg maar. Kantoor is leeg, althans dit deel. Daar zit nog een ander bedrijf waar mensen zijn. Ik blijf hier gewoon werken. Het is zo chill om even hier in rust te werken. Geen afleiding. Super nice. Ik ga hier even. Ik heb zeg maar de eerste video af met editen. Het duurt pas. Forever geduurd. En daarna ga ik de video editen. En dan ga ik naar huis daarna. Oké, 7:30 kantoor gaat dicht. Ik ben echt oud. Niemand had door dat ik daar nog zat. Ik echt zo sorry, ik zit echt in mijn eigen wereld hier gewoon te editen. Maar oké, ik ben er bijna. Ik ben er bijna, maar ik kan morgen ook weer verder. Oh nee, trouwens nee, want ik heb morgen een hele lange dag met afspraken tot 's nachts feestje van onder andere social. Daar heb ik heel erg zin in, maar dat wordt dan niet morgen editen dan. Vanavond, overmorgen, nou ja, we zullen zien. Oh, ik zal langs moeder gaan. Maar dat moet ik dan nu maar even gaan doen. Ja, ik ga naar... Oh. Nee, ik ga even bellen. Ik heb best honger. Best wel tijd voor avondeten eigenlijk. Parkeren uitzetten, want dat vergeet ik nog wel. Dus kom ik aan Den Haag en dan zie ik dat hij gewoon nog aanstaat. Of ik ging aan de grachten van Amsterdam. Dus dat kost je gewoon zo'n 12 euro extra of zo. Ja, oké. Handrem. Stipje, als je van die piepers hebt, moet je handrem aan en dan stopt hij met piepen. Een 4:15 tot 7:30 heb ik 13 euro parkeerkosten betaald. Heftig. Werd wakker met een douche. Nee, ging slapen met een douche. Werd wakker met een ton. Yes, let's go. Ik vind het zo'n grappig nummer. Mijn favoriete stukje komt eraan. Let op. Dit is het. Ik ben er, 8:30, ik ben thuis. Hallo, hoe heb je het?
Hoi, schatje. Nam, 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 ik heb eens een keer, als het goed is, niet te veel besteld. Nou, het ziet er al uit als te veel. Ik heb één ding vegetarisch voor jou met nasi voor jou. En ik heb eentje met bami. Meestal te veel eigenlijk. Ja. Het is middernacht, dus wij moeten gaan slapen. Poefie vertelt net dat hij een lijstje heeft. Oké, hier, even de afspraken die wij morgen hebben. Wacht, even kijken. Creditcard, laptop, oordopjes. Aha. Kleding. Manchetknopen. Het is echt heel cute. Dat was de vorige keer maar je de manchetknopen vergeten. Oh. Daar heb ik hem bijgeschreven. Nee, we hebben best wel allebei, zeg maar, hij heeft dingen overdag. Met Danny gaat hij werken. En dan daarna gaan ze naar een evenement in smokings. Weet je dat ik trouwens iemand op Twitter heb. Kan ik iemand een pak lenen voor morgenavond? Is dat precies secret? En daarna gaat hij naar de... Daarna ga je naar Thirsty Thursday. En ik heb zeg maar overdag eerst een lunch in Danny Utrecht. Mee. Ja, en dan met Danny. En dan ik heb overdag een lunch in Utrecht. Daarna heb ik een hele lange afspraak. En daarna ga ik naar Amsterdam voor Thirsty Thursday. En ik ben er zeg maar wel vanaf het begin bij. Maar hij komt dus later. Dus zeg maar, ik zit nu ook te denken. Wat moet ik allemaal meenemen? Ga ik ook gewoon andere kleren meenemen hoor. Even iets vers aan voor de avond. Ja, ik sowieso. Ik ga niet meer pakken. Je wil het leuk. Nee. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye bye.